Zo, nou, goedemorgen en welkom bij weer een nieuw filmpje. Het is geen visfilmpje, maar het heeft wel degelijk met vissen te maken. Namelijk mijn andere hobby, en dat is het houden van vijvers. Ik heb in het verleden al 4 delen gemaakt over karpers als huisdier. En ik had het eigenlijk afgesloten, maar ik krijg de laatste tijd toch wel veel vragen of ik weer een keer een vervolgdeel wil maken. Dus bij deze, en waarschijnlijk is dit ook de allerlaatste. Het is namelijk zo, ik ga binnenkort verhuizen. Ook naar een huis met een tuin, een heel mooi huis. Maar ja, heel simpel, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Deze vijver die moet ik gaan afbreken, want de nieuwe bewoners die willen geen vijver, snap ik ook. Ja, dan krijg je een hoop gedoe, tijdelijk onderbrengen van die vissen. Yo, en het is toch ook best wel wat werk. Je moet op wekelijks water verversen, je filter schoonhouden. Ja, dan kan je dat allemaal wel gaan automatiseren, grotendeels. Maar ja, dat is ook weer een kostenplaatje. Net zoals nu ga ik dan bijvoorbeeld water verversen. Veel mensen die leggen dat aan vanaf hun filter direct naar de waterafvoer. Ik heb gewoon een dompelpomp met een lange slang die ik dan naar de regenafvoer leid. Zo trek ik mijn vijver deels leeg en vul ik hem daarna weer bij met de tuinslang. Ja, en dan wil ik een volgend punt aanhalen. Wat ga ik nou doen met die vissen? Ik heb 3 spiegels in mijn vijver zitten die ik vanaf eitje heb. En dat vind ik toch best wel jammer, want dat gaat me wel aan mijn hart. Want het zijn toch een beetje mijn troetelbeertjes, zeg maar. Maar ik heb er ook 2 kooikarpers in zitten. Nou, voor de kooikarpers heb ik al een nieuw onderdak geregeld. Ik heb een vriend die ze graag wil hebben. Vooral de oranje, want die is echt handtam. ja, en wat ga je dan doen met die spiegels? Nou, zeggen veel mensen van joh, zet ze uit. Nou, dan weten we allemaal dat uitzetten altijd een risico met zich meebrengt. Ik heb een microscoop, daarmee kan ik ze onderzoeken op parasieten en dat soort dingen. Alleen ja, weet je, als je kooi in vijf hebt, brengt dat toch altijd een risico met zich mee. En het wil niet zeggen dat hun nu ziek zijn of dat ze dat hebben. Maar de kans bestaat dat ze bijvoorbeeld dat kooivirus hebben. En dat wil niet zeggen dat ze daar last van hebben, maar ze kunnen het wel bij zich dragen. Ja, en het idee dat ik dan die vissen uitzet en er gaat een heel bestand naar de kloten, omdat ik ze nodig een visje moet uitzetten. Ja, ik zie dat toch niet zitten. Dus het is nog even de vraag wat ik ermee ga doen. Ik ga je zo meteen wel de vissen laten zien, want ze zijn werkelijk prachtig. Dus goed, ik ga nu beginnen met water verversen. Dan laat ik je zo de vissen zien. Nou, zoals je ziet is het water nu al een flink stuk gezakt. Ik ga nog een klein stukje in en dan hou ik op. Nou, dan ga ik zo meteen de vissen eruit halen. Normaal maak ik ook leuke beelden een beetje onder water. Waren het niet tot gisteren tijdens een dagje vissen mijn andere camera gestolen is. Die camera die kon onder water. Simpel dingetje, ik had hem eigenlijk 10 meter naast me gezet op de brug. Ja, en ik was even afgeleid. Ik zat op mijn scooter een filmpje te kijken. En filmpjes klaar en ik kijk op en de camera is weg. Ja, en er liepen wel mensen, maar ja goed, wie heb hem? Dus ja, had ik het gezien, dan had ik achteraan gegaan. Maar goed, hij is weg. Jammer, binnenkort hopelijk een nieuwe camera. En voorlopig moet ik het dan even met deze doen. Ik ga zo meteen de vissen eruit halen. En laat ik ze even zien. Nou ja, de vis die ik als eerste eruit heb gehaald, dat is een vis afkomstig uit mijn eerste kweek. Van 4 jaar geleden. Allemaal schupjes op 1 spiegel na. Hij is nu dus 4 jaar oud, niet extreem groot. Maar wel echt prachtig. Het is een beetje druk. Hij is natuurlijk niet afgedrild. Potverdomme. Hup. Ja, het is gewoon echt een prachtig visje. Echt een prachtig visje.
Gaat u weer. Het is wel gaaf om Brouw het Water te zien, want hij is al een tijd geleden ook maar gezien op de kant, zeg maar. Hij is echt groter dan ik dacht. Ik zet er nog een fotootje bij, even in het filmpje van hoe die was in het begin. De eerste keer dat ik hem zeg maar, ontdekte als spiegeltje zijn nu. Echt een prachtig visje. Zo. Andere kant nog een keer. Ja, de volgende visie noem ik eigenlijk altijd de special one. Ja, waarom de special one? Dit is een visie van mijn tweede kweek, die is nu 3 jaar. En daar had ik heel veel spiegeltjes. Deze spiegel die was anders. Die was in vergelijking met de rest pikzwart. En op een gegeven moment leefde hij ook achterin groei. En toen werd zijn staart eraf gevreten. Ja, ze noemen het geloof ik een blauwling. Want bijvoorbeeld de Q-deksels zijn ook heel lang doorzichtig gebleven. Ik dacht eerst dat het leken wel rode blosjes, maar dat was gewoon letterlijk de binnenkant wat je zag. Ja, en naarmate deze vis, die heb ik toen op een gegeven moment, nee ik zeg het verkeerd. In het begin dacht ik van ja, weet je, zijn staart was eraf, hij zag er helemaal niet goed uit. Hij was nog maar zo klein. Ik denk, zou ik hem wegdoen, afmaken om het zo maar te zeggen. Kon ik niet, ik heb toen besloten om hem apart te zetten in een aquarium. En zijn staart is niet alleen teruggegroeid, maar het is ook echt een van de mooiste vissen geworden die ik ooit heb gezien, echt waar. Niet alleen maar in mijn vijver, maar ook gewoon qua vangsten. Want naarmate dus de vis groeide, hij heeft in principe maar aan één kant 3 schubben en aan de andere kant 1. Maar later, naarmate die groter werd, ontwikkelde hij echt honderden van die mini-schubjes, wat ze ook wel eens stardust noemen. Dus ja, dit is wel echt een van mijn favoriete visjes. Kijk, het nadeel van visjes uit je vijver halen, ze vinden dat natuurlijk niet leuk, ze gaan spartelen, kunnen ze zelf beschadigen. Heeft u nu ook gedaan, een klein beschadigingje op de flank, dat geneest gelukkig weer goed, maar daarom wil ik ze zo min mogelijk eruit halen eigenlijk. Hup. Kijk, maar dit is hem dan. Ja, het is echt, ik vind het zo'n schitterend visje. Hup. Oeps, hij is natuurlijk hartstikke wild, helemaal niet moe. Ik pak nu gelijk de andere kant erbij. Zoals je zag, had hij op de ene kant dus 1 grote schub op zijn flank. Zo. Nou, aan deze kant heeft hij dus 3. Tenminste, 3 grote schubben hebben we er meer, maar hij heeft 3 grote schubben. Zo. Echt een prachtig visje gewoon. Dus ja, die gaan binnenkort ergens anders heen. Waarheen weet ik nog niet. Maar goed, ik maak zo nog even een close-up van de vis en dan mag hij weer gaan zwemmen. Dat waren dus mijn 2 mooiste vissen uit de vijver, van de 5. Meer ga ik er even niet uithalen, want ja, het is natuurlijk winter, het water is ijskoud. De vissen krijgen daar toch stress van en stress is natuurlijk nooit goed, maar al helemaal niet onder deze omstandigheden. Ja, dus eigenlijk was dit het echte slot. Dit is denk ik de laatste keer dat jullie wat van de vijver zien, hij gaat binnenkort dus weg.
wel met pijn in mijn hart, meen ik echt, want het zijn echt schitterende vissen. Nou, wat ik nog precies met de vissen ga doen, weet ik echt nog niet. En ja, nou ja, goed, de volgende filmpjes gaan waarschijnlijk wel weer over gewoon echt vissen. Dus ik hoop dat jullie dit ook weer een leuk deel vonden. En dan zie ik jullie weer in een volgend visfilmpje. De mazzel!